kunt hiervoor kaarten reserveren. Vanmiddag heeft de politie in het bospark het dode lichaam aangetroffen van een vrouw. Het slachtoffer is 25 jaar jong. Ze is eerst verkracht en daarna met messteek om het leven gebracht. Van de dader ontbreekt nog ieder spoor. De politie ziet tot nu toe nog geen verband tussen deze moord en de moord die 10 dagen geleden plaatsvond. Er zijn rechercheurs op de zaak gezet en er zal extra worden gesurveilleerd in het bospark. Die man met dat windjack, weet je wel? Op Rijslaan zal komend weekend een braderie worden gehouden. Van 's morgens 9:30 tot... Waar heb jij het over? Leontien zag vanmiddag een of ander luguber type rijden bij het bospark. Ah, gelukkig was ik net op tijd om bij de handen van deze bruut te redden. Reed jij daar alleen dan? Ik was er toch bij. Wat hadden we nou afgesproken? Je zou toch met een groepje meerijden? Op die snorfiets zeker? Ja, gaan we daar nu weer over beginnen? Je hebt met mij afgesproken dat je niet alleen zou rijden. En dan moet je ook aan die afspraak houden. Ik klink net een oude taart. Ach, overdrijf toch niet zo? Ik overdrijven? Moet je horen wie het zegt? Je overdrijft al 8 jaar met die angsten van je. Kijk nou hoe je dat jasje staat te plukken. Doe toch even normaal. Je moet echt naar een psychiater, mens. Je moet er echt loslaten, jullie. Zitten veel te dicht op elkaar. Nou, geloof me. Leontien? Ik heb alvast een kratje bier besteld voor het weekend. Jullie zullen wel een feestje geven, toch? Ja. En je mag best in mijn bed, hoor, als het van komt. Zo erg is het toch niet met mijn angsten? Je mag toch een heleboel wel? Wel trusten. Wel trusten. Zo. Jezus, rijdt het ding lekker. Lekker, hè? Hey, ik ga nu even naar huis mijn tas halen. Ja? Dan ben ik om 5:00 bij, oké? Ja, is goed. Oké. Nou, zie ik je dan. Moet een frietje maken? Ja, graag. Als je al zo op die snorfiets rijdt, dan kun je een brommer voorlopig wel vergeten. Ja, maar mam, die man. Wat die man? Bied je excuses aan. Sorry hoor. Wat sta je hier nou? Ik sta op jou te wachten. We zouden toch een gezellig weekendje weggaan? En ineens ben je verdwenen. Ja, ik moest nog wat halen voor het feest. Ja, maar het is 4:15. We zouden om 5:00 weggaan. Ja. Ja, nou, geef mij de fiets maar, dan pak ik de koffers, anders missen we de bus. Sorry hoor, maar ik schrok me dood. Mam, je begrijpt het niet. Ik snap niet. Dus we gaan een feestje bouwen? Ja. Ja, zet u het daar maar neer. Zo, we gaan. Ben je klaar, schat? Ik wel, als u een momentje hebt. Ja, nou, als u hier zo blijft staan, dan komen we helemaal nergens, hè? We zijn niet tevreden, hoor. Nee, niks, hoor. Nee. Ik bel je vanavond, hè, als we goed aangekomen zijn. En het telefoonnummer van het hotel, dat ligt op tafel. En als er iets is, dan bel je. Ja,
Ja? Zo kan het wel weer, ja. Nou, echt doen, hè? En ook, ik heb nog 2 flessen wijn voor jullie gehaald. Die staan in de ijskast. En hoe laat komt Judith eigenlijk? 5 uur. En als je nog even wacht, kan je haar ook nog advies geven. Dan missen we helemaal de bus. Nou, dag, Leontien. Ja. Hé, nog bedankt, hè? Ja. Nou, kom je. Die suffe eikel. Nee, straks komen we nog te laat. Ja. Nou. Das gilt jetzt auch für Erfstadt. Niels, vandaag is in de buurt van het Bospark een vrouw op het nippertje aan een misdrijf ontkomen. De politie vermoedt dat de man die haar lastig viel ook de moord van afgelopen woensdag en die van 10 dagen geleden op zijn geweten heeft. Men heeft inmiddels recherchebijstand gekregen van het korps Holland Midden. Hier volgt een voorlopig signalement. De man is ongeveer 1,85 meter lang. Hij heeft een vrij breed postuur, een blanke huidskleur, donkerblond grijzend haar en vermoedelijk groene ogen. De man droeg een beige colbert met eronder een spijkerbroek en een groene kabuis. Heeft u iemand gezien die aan dit signalement voldoet of heeft u misschien andere aanwijzingen voor de politie? Neemt u dan contact op... Sinds in 1990 snorfietsen onder jongeren een grote trend is geworden, is het aantal snorfietsslachtoffers enorm toegenomen. In 1995 vielen er 1800 gewonden en 37 doden. En ook Leontien heeft het ongeluk niet overleefd. Tot voor kort was de helft van alle snorfietsen in Nederland opgevoerd. Maar sinds juni 1996 is dat een stuk moeilijker geworden. De motoren van de snorfietsen die nu worden verkocht zijn niet meer zo makkelijk te veranderen. En de opvoersetjes zijn uit de handel genomen. Bovendien moet je een certificaat halen om nu met de snorfiets te mogen rijden. Marga en Herman zijn nog steeds samen. Moorden zijn er niet meer gepleegd, maar de moordenaar is nog steeds niet gevonden. Strumming my pain with his fingers. Singing my life with his words. Killing me. Wat doe je nou? Als je al zo op die snorfiets rijdt, dan kun je een brommer voorlopig wel vergeten. Ja, maar mam, die man. Wat die man? Bied je excuses aan. Sorry hoor. Wat sta je hier nou? Ik sta op jou te wachten. We zouden toch een gezellig weekendje weggaan? En ineens ben je verdwenen. Ja, ik moest nog wat halen voor het feest. Ja, maar het is 4:15. We zouden om 5 uur weggaan. Ja. Ja, nou, geef mij die fietsen maar, dan pak ik de koffers, anders missen we de bus.
sorry hoor, maar ik schrok me dood. Mam, je begrijpt het niet. Ik snap niet. Dus we gaan een feestje bouwen? Ja. Ja, zet u het daar maar neer. Zo, we gaan. Ben je klaar, schat? Ik wel, als u een momentje hebt. Ja, nou, als u hier zo blijft staan, dan komen we helemaal nergens, hè? We zijn niet tevreden, hoor. Nee, niks, hoor. Nee. Ik bel je vanavond, hè, als we goed aangekomen zijn. En het telefoonnummer van het hotel, dat ligt op tafel. En als er iets is, dan bel je. Ja, ja? Zo kan het wel weer, ja. Nou, echt doen, hè. En ook, ik heb nog 2 flessen wijn voor jullie gehaald. Die staan in de ijskast. En hoe laat komt Judith eigenlijk? 5 uur. En als je nog even wacht, kan je haar ook nog advies geven. En dan missen we helemaal de bus. Nou, dag, Leontien. Ja. Hé, nog bedankt, hè. Ja. Nou, kom je. Die suffe eikel. Nee, straks komen we nog te laat. Ja. Nou. Das gilt jetzt auch für Erfstadt. But we stood in the lobby. Beter dat gas met het grootste gemak. Vandaag is in de buurt van het bospark een vrouw op het nippertje aan een misdrijf ontkomen. De politie vermoedt dat de man die haar lastig viel ook de moord van afgelopen woensdag en die van 10 dagen geleden op zijn geweten heeft. Men heeft inmiddels recherchebijstand gekregen van het korps Holland Midden. Hier volgt een voorlopig signalement. 2 flessen wijn voor jullie gehaald. Die staan in de ijskast. En hoe laat komt Judith eigenlijk? 5 uur. En als je nog even wacht, kan je haar ook nog advies geven. Dan missen we helemaal de bus. Nou, dag, Leontien. Hé, nog bedankt, hè. Ja. Nou, kom je. Die suffe eikel. Nee, straks komen we nog te laat. Ja. Nou. Das gilt jetzt auch für Erfstadt. Niels, vandaag is in de buurt van het bospark een vrouw op het nippertje aan een misdrijf ontkomen. De politie vermoedt dat de man die haar lastig viel ook de moord van afgelopen woensdag en die van 10 dagen geleden op zijn geweten heeft. Men heeft inmiddels recherchebijstand gekregen van het korps Holland Midden. Hier volgt een voorlopig signalement. De man is ongeveer 1,85 meter lang. Hij heeft een vrij breed postuur, een blanke huidskleur, donkerblond grijzend haar en vermoedelijk groene ogen. De man droeg een beige colbert met eronder een spijkerbroek en een groene kabuis. Heeft u iemand gezien die aan dit signalement voldoet of heeft u misschien andere aanwijzingen voor de politie? Neemt u dan contact op... We'll be right back.
Leontien tot... Waar heb jij het over? Leontien zag vanmiddag een of ander luguber type rijden bij het bospark. Ah, gelukkig was ik net op tijd om bij de handen van deze bruut te redden. Reed jij daar alleen dan? Nee, ik was er toch bij. Wat hadden we nou afgesproken? Je zou toch met een groepje meerijden? Op die snorfiets zeker? Ja, gaan we daar nu weer over beginnen? Je hebt met mij afgesproken dat je niet alleen zou rijden. En dan moet je ook aan die afspraak houden. Ik lig net een oude taart. Ach, overdrijf toch niet zo? Ik overdrijven? Moet je horen wie het zegt? Je overdrijft al 8 jaar met die angsten van je. Kijk nou hoe je dat jasje staat te plukken. Doe toch even normaal? Je moet echt naar een psychiater, mens. Je moet er echt loslaten, jullie. Veel te dicht op elkaar. Nou, geloof me. Leontien? Ik heb alvast een kratje bier besteld voor het weekend. Jullie zullen wel een feestje geven, toch? Ja. En je mag best in mijn bed, hoor, als het van komt. Zo erg is het toch niet met mijn angsten? Je mag toch een heleboel wel? Wel trusten. Wel trusten. Zo. Jezus, rijdt het ding lekker. Lekker, hè? Hey, ik ga nu even naar huis mijn tas halen. Ja? Dan ben ik om 5:00 bij, oké? Okay? Ja, is goed. Oké. Okay. Zie ik je dan. Proefritje maken? Ja, graag. Thank you.